Is het Barney? Is het Van Gerwen? Nee, het is Lex Immers. Hey Lex, naast ADO ben je ook een vervent darter. Ja, absoluut. Ja. Ik vond het zo grappig op het moment dat de Gouden Regenbar, dat is toch wel het bar waar veel wordt gedart, dat ik daar op een avond gewoon naar binnen wandelde om een biertje te drinken. En dat ik ineens denk, hey, staat daar nou Lex Immers? Ja, alleen zonder biertje. Hè? Ja, zonder biertje. Die dronk ik voor je. Barney zit er ook wel vaak daar zo. Hè? Ja, voor hem is ook dinsdagavond vaste dartavondje, dus ik zie hem best wel vaak in de Gouden Regenbar. Dan hebben we even een beetje een babbeltje, hoeren we even met elkaar en praten we een beetje over voetbal. En dan ik natuurlijk af en toe wat vragen stellen over het darten. En... Is hij eigenlijk ADO-supporter? Dat hoop ik wel voor hem, ja. Nee, absoluut. Ja, Raymond is ADO-supporter, ja. Er wordt veel over gesproken of nou een echte sport is, ja of nee? Ik vind van wel. Het is ook echt moeilijk. Je moet er ook wel gevoel voor hebben en je moet er ook talent voor hebben. En ik vind, net zoals met voetbal, daar moet je ook gewoon gevoel voor hebben en daar moet je ook talent voor hebben. Want anders ga je ook het betaalde voetbal bijvoorbeeld ga je ook niet halen. Nou heb ik ook heel veel talenten. Dus ik ben heel erg benieuwd of een van mijn talenten dart is. Laten we het proberen. De porter gooien. Oké, nou, ik ga hem gewoon gooien. Ah, die laatste was in de buurt. De laatste was in de buurt. Ja. Nou, laat jij maar even zien hoe moet dan. Nee, je gaat maar iets meer. Hey, ja, kijk eens. Op 20, gek. Ja, dat bedoel ik. Hey. Kijk eens zeg, hey. Nou, doe je aardig. Hey, en jij zit dus in het team, ook met je vader en je broertje? Ja, klopt. Nou, op een gegeven moment zei ik tegen mijn vader van, ik zeg joh, en tegen mijn broertje zeg, vind je het niet leuk om, om een team samen te stellen? Hallo, nog weer triple 20, gek. Je hebt wel talenten, je hebt duidelijk talenten. Nee. En uiteindelijk zei mijn vader van, nou ja, weet je, laten we het doen. Ja, ook een trippeltje tussendoor. Lekker man, hey. En zo zijn we uiteindelijk, zijn we een aantal jaar al bezig en we spelen nu... eerste divisie en dat is één niveau om het hoogste niveau, zeg maar. Hey, en behalve het darten, doe je nog meer dan in je vrije tijd? Nou ja, ik moet zeggen, ik ben ook wel gek op vissen. Dat vind ik ook wel heel erg leuk. Ja, ik plan sowieso aan het einde van het seizoen, als wij klaar zijn met voetbal, dan plan ik sowieso altijd elk jaar een week ga ik naar Frankrijk toe. En dan gaat ook mijn vader en mijn broertjes gaan ook mee. En... Vissen, darten en ik heb ook gehoord dat je gek bent op gamen. Ja, dat kan ik ook wel. Gamen, ja, een beetje Fortnite spelen, Fortnite? FIFA en Fortnite veel, ja. Vroeger was ik echt ook een computerfreak. Ja. Vroeger kwam ik eigenlijk tot aan mijn 17e. Ja, ik kwam niet veel buiten. Ja, af en toe ging ik naar buiten, ging voetballen. Ja, totdat mijn broertje me eigenlijk uiteindelijk mee naar buiten nam. Omdat hij zei van, joh, kap nou eens met dat computer en ga nou eens mee naar buiten. En zo leerde ik mijn vrouw ook gelijk kennen, waar ik nu nog steeds mee ga. Je bent ook echt wel een gezinsmens, toch? Ja, zeker. Ik ben altijd thuis. Ja. Altijd. Want je hebt 3 kinderen? Ja. Behalve het darten ben jij gewoon eigenlijk gewoon veel thuis bij je gezin. Ja, wat ik zeg altijd. Na de training ga ik eigenlijk altijd naar huis. En we zijn altijd met elkaar in de weer. En ook wel eens als ik een week op trainingskamp ga. Ja. Ja, dan is het na 2 dagen al dat ik denk van zo, nou ik zou wel lekker naar huis willen. Oh ja? Ja, nou, joh. Thuis, thuis is gewoon alles. Is alles voor mij. Dat betekent gewoon veel voor me. Dus, ja. En mijn vrouw geeft me ook altijd alle ruimte om dit soort dingen ook. Darten, vissen, weet je. Je werkt een heel jaar hard. En uiteindelijk verdien je dat soort dingen toch ook wel dan. Dat vind ik ook. Ja, toch? Zit hij er nou in? Oh, ja hoor, hij is. Wel, voor mij wel, ja. Niet slecht hè, 1 van de 3. Hé, hey, dat vind ik wel netjes. Van een boelzaai. Hoppa. Hé, hey, even over ADO. Wat betekent die club nou voor jou? Ja, hoe? Dat is eigenlijk gewoon mijn leven. Ik ben hier... toen, hoe oud was ik? Ik was ook 1 jaar of 7, 8. Toen kwam ik hier al in de jeugd te spelen. En toen zat ik ook al op de tribune met mijn vader, in het Zuiderpark natuurlijk. Ja, en zo is dat eigenlijk, mijn hele leven is dat doorgegaan. Super mooie dingen meegemaakt. Ik heb eigenlijk alleen maar positieve dingen meegemaakt met ADO. We hebben Europees voetbal gehaald, play-offs. Toen ben je weggegaan? Ik heb natuurlijk 4 jaar bij Feyenoord gespeeld.
dat is voor mij echt ook een droom geweest die ook uitkwam. Ja. Weet je, ik heb het heel goed gedaan, vind ik zelf. Van waarde geweest voor Feyenoord. Ik heb Europees voetbal gespeeld, Champions League, dat soort dingen allemaal. Ja, het is gewoon fantastisch geweest. En uiteindelijk ben ik daar weggegaan. Ben ik naar Engeland toe gegaan. Heb ik ook een fantastisch jaar gehad. Toen ik daar binnenkwam, scoorde ik ook aan de lopende band. En ja, dan ben ik in Cardiff, dachten ze dat ze Messi binnen hadden gehaald, zeiden ze. En ja, uiteindelijk nog een 7-8 maanden bij Brugge geweest. En uiteindelijk ben ik weer hier teruggekomen. Had je heimwee? Nee, dat niet. Helemaal niet. Maar zeg gewoon kon... ja, ik had onwijs voor heimwee. Helemaal niks. Natuurlijk, dat speelt ook wel mee. Ik moet zeggen, tot op de dag van vandaag, ik heb het super naar mijn zin. En ik ben ook heel erg blij dat ik bij ADO terug ben gekomen. Vorig jaar hebben we echt een heel goed seizoen gedraaid. Ik kom met natuurlijk jongens daar zo. Ja, dan win je een thuiswedstrijd, win je weer. En dan is het, ja, Lexi, laat je tato's zien. Weet je. En aan het begin dacht ik bij mezelf van, nou, weet je, het is wel leuk. Weet je, voor die gasten, die worden lekker enthousiast. En, nou, heb ik nog één vraag. Mag ik je tattoo even zien? Van mij wel. Zeker weten, maar ik heb wel heel veel op mijn rug staan, hoor. Oh, je hebt er zit inmiddels weer helemaal overheen. Zit er heel erg bij. Hij zit in het midden, bovenin, nog steeds. Ja, FC Den Haag. Maar ik hoorde dat jij ook wel een tato-man bent, dus dan wil ik die van jou ook wel even zien. Ja, ik heb inderdaad hier... Kijk. Haagse Ooievaar. Haagse Ooievaar, en ik zie hier ook En deze is in de kleuren van ADO. Mooi, man. Groen-geel. Super. Ja, net gezet. Ja, wel mooi, hè? Hey, Lex, thanks, man. Super.